Ja, je merkt hè, het sentiment op de bodem van de markt is heftig hier en daar. En misschien ook bij jou persoonlijk. En ik kan het me ook goed voorstellen als je veel geld in deze markt hebt verloren. Hè. We leven op dit moment in een nieuw realisme, zou je kunnen zeggen. Hè, waarbij we alles gaan herevalueren. En waarbij ICO's hier en daar op omvallen staan. En misschien zit daar jouw munt ook wel bij. En misschien zit daar mijn munt ook wel bij. Want we kunnen niet overal in de keuken kijken. En in die zin is het goed om iedere keer weer te heroverwegen van sta ik nog goed in mijn posities uiteraard. We kijken even naar wat Bitcoin heeft gedaan. Dat doen we altijd eventjes aan het begin, hè? Of meestal. Nou, Bitcoin, sinds dat we hier naar beneden zijn gevallen vanaf zo'n 4400, zijn we hier in zo'n symmetrische driehoek geraakt. En ja, wat symmetrische driehoeken doen, meestal gaan ze verder, ze continueren waar ze vandaan kwamen. En dat doet de prijs hier nu ook. Hè. We zijn hier de afgelopen nacht, of afgelopen 24 uur, doorheen gevallen. En we zijn weer een beetje lager beland, momenteel 32,61 lees ik. Tegelijkertijd zijn we ook in een falling wedge beland. Hè. Dat zijn die gele lijnen. En een falling wedge, en dat is dan weer positief te noemen, breekt doorgaans naar boven toe uit. Dat wil niet zeggen dat het vandaag gebeurt, hè. Ik kan me heel goed voorstellen dat we nog wat verder naar beneden gaan vallen, de bodem van de wedge raken of misschien ook wel even in dit groene gebied komen. Grofweg tussen 2800 en 3000, zoals we hier ook even door de lijn zijn gegaan en hier, en noem het maar een bear trap, dat je hier, je ziet de prijs vallen onder de 3000 en je gaat in paniek alles verkopen en vervolgens zie je de prijs naar boven toe uitbreken. Ik zou het me goed voor kunnen stellen, maar ja, hey, het is geen glazen bol die ik heb, hè. Dus je moet de markt natuurlijk per moment in de gaten blijven houden. Wat je wel ook hier ziet, is de bears, de verkopers, verliezen wat het momentum. Hè. Hier ging het heel snel, nou, hier gaat het een stukje minder snel hoe we in prijs moeten toegeven. En je ziet hier op de RSI dat de dalen steeds hoger komen te liggen, ten teken dat we een positieve divergentie hebben, bullish divergence. Ten opzichte van de dalen die de prijs maakt. Die gaan naar beneden en de RSI gaat naar boven. Heb je geen idee waar ik over praat? Kijk dan maar mijn video over RSI. En dan hebben we het niet over dat je last krijgt van je polsen, hè? Maar de meesten weten dat wel, denk ik. Dan op de weekly zag ik nog dat we, wil ik heel even kort op wijzen, dat we hier, daar staan we al eventjes, maar we hebben hier wel support op die 30 RSI. En dat hebben we al hier in het verleden zijn we er ook een paar keer op gekomen. Verder heel lang niet meer aangeraakt. Maar ook dat zou erop kunnen duiden dat wat extra ondersteuning geeft om de weg dadelijk naar boven te gaan vinden. En die weg naar boven, nou, als we hier uitbreken, dan is dit denk ik een regio hè, die reëel is om in de gaten te houden. Ik schuif het balkje gewoon een stukje op. Of deze regio, of deze regio. Allemaal punten waar de prijs naartoe zou kunnen groeien. Gaan we zo hoog komen? Dat weet ik natuurlijk niet. Hè? Want ja, we zitten op een plek waarbij iedereen meteen eieren voor zijn geld kiest. Omdat we die echte capitulatie nog niet zo gezien hebben. En als we het over die echte capitulatie hebben, dan neem ik even mee naar het volgende stukje. Dat is eigenlijk eerst dit stukje hier. Dit is de beermarkt van 2015 geweest. Waarbij we hier die capitulatie hebben gehad. En van daar naar daar, ja, het zal een 20 tot 40% zijn. Stel dat je nou die echte capitulatie mist en je gaat hier pas weer in crypto stappen omdat je het wat veiliger acht na dat dieptepunt. Trouwens, daar heb je hem nog een keer gehad, hè? Dan heb je daar niet zo heel veel op gemist. We zijn al heel lang hier aan het proberen dat putje te pakken te krijgen, maar dat putje heeft zich nog niet laten zien. En als je het zo niet laat Als je het dan zou missen, helemaal niet erg. Dat is deze poster geweest van Daytrade Jeffrey. Die zegt, hier hebben we 295 dagen rondom die bodem gebivakkeerd. En ja, dat is misschien een vooruitzicht voor 2019. En dat wordt een hartstikke saaie 2019 dan. Al heb je binnen die bodem natuurlijk ook nog wel bepaalde bewegingen. Of dat zo gaat zijn, of Bakkt ons gaat redden in januari, of de ETF's ons gaan redden in januari. We moeten het nog zien natuurlijk. ETF kom ik zo meteen nog eventjes op terug, overigens. Nou, hier een andere thread, Wrecked Capital.
Je zegt, de langste crypto-bearmarkt was 58 weken tot dusver. Dat was 2013, 2014. Geen garantie natuurlijk dat we daar nu per se onder blijven. Hij zegt, op dit moment zitten we in de 51ste week. En Bitcoin heeft destijds 86% teruggetrokken van zijn all-time high. En op dit moment op 84,5. En ja, hier zie je een beetje het grotere verband tussen de uptrends en de downtrends. En ja, je ziet hier in 2012 hebben 93% zelfs in de min geschoten. Maar ja, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En laten we het hopen natuurlijk van niet, maar je weet het nooit. En maar het geeft een bepaald perspectief, zeg maar. En dus het zou kunnen dat we qua bearmarkt niet meer heel lang hoeven. Laten we dat hopen. Anders ga ik ook net als die vrouw op straat stampeilingen maken. Denkt iedereen, wat is dat voor een mafkees? En sommigen die dan voorbij lopen, mij misschien herkennen, zeggen, ja, die mafkees kennen we al langer. Hè? Goed, nou, dit is zo'n voorbeeld van die ETF, hè, dat je er niet te veel op vast moet pinnen. Dit is die pro-crypto SEC commissionaris, of hoe zeg je dat in het Nederlands, hè, commissioner. Zij pleiten steeds voor toelating van crypto tot een ETF. En ze zegt, nou, hold your horses. Pin je er niet op vast, want het zou weken kunnen duren. Het zou ook gewoon jaren kunnen duren. Ja, don't hold your breath. Hè. Ik waarschuw mensen om niet te leven of sterven op het moment dat die Bitcoin wordt toegelaten. Ik weet dat ik probeer mijn collega's te overtuigen en dat ik meer open-minded ben dan zij. Maar nee, ik ben niet zo charming als andere mensen. Goed, we moeten dat nog even zien. En er is wel een bepaald lichtpuntje aan de horizon. Want een belangrijk kritiekpunt ten aanzien van het steeds afwijzen van al die ETF's is dat er heel veel marktmanipulatie plaatsvindt. Wat hier bijvoorbeeld heel mooi geïllustreerd wordt. Box Mining trouwens heeft hier gisteren of eergisteren een wat uitgebreidere video aan gewijd. En ik raad je aan als je er meer van wilt weten, daar eens naar te kijken. En wat laat het zien? Dat de verreweg de meeste top exchanges die je op CoinMarketCap geselecteerd kunt hebben op volume, dat de meeste gewoon de boel ontzettend belazeren door volumes kunstmatig op te pompen. En er zitten hier allerlei beurzen bij waar jij en ik nog nooit van gehoord hebben. Dobytrade, Fcoin. Maar ook hoger, Coinbini staat bovenaan. Ik heb er nog echt nog nooit van gehoord. Nou, die hebben een hoger volume dan Binance. En daar hebben ze bepaalde middelen voor om dat te doen. Via whitewashing, wash trading, sorry. En wat wil ik daarmee zeggen? Hoe hoger je komt, hoe meer credibility je misschien hebt als beurs. Maar ja, er wordt hier doorheen geprikt. Kijk, Binance en Bitfinex, die staan hier als 100% echt volume. Wat ze zeggen dat ze hebben, dat hebben ze ook. Maar ja, zolang dit allemaal gebeurt, dat belazeren, is de SEC nog niet zo ontvankelijk voor. Maar de Van Eck, Solid X Van Eck ETF, die in februari een uitspraak krijgt, is al een paar keer vooruitgeschoven. Die gaat zich niet beroepen op de reguliere cryptomarkten, maar over de over-the-counter markt, de OTC-markt. En daar schijnt het volume sowieso al veel hoger te liggen dan op de gangbare markten. Moeilijk om daar precies, je hebt daar geen charts van. Maar ja, dat zou misschien tot een ander besluit kunnen leiden. En of we daar nu per se blij moeten zijn, dat is maar de vraag. Ik ga dit verder niet uiteenzetten, want ik heb nog zoveel te bespreken. Hè, maar hier staat, ja, je hoeft niet per se blij te zijn met zo'n ETF in het artikel. Een paar kleine boertjes. Ik heb net nog wat restanten hemelse modder naar binnen gewerkt. Het was echt hemels. Het zit nog een beetje in mijn buik nou te draaien. Af en toe zo'n chocoladeboer. Ja, goed, dat is even een zijstraatje. Ik ben helemaal van mijn apropos. Ik dacht er dan niet lekkere modder in mijn mond. Maar goed. Zo'n ETF, of we daar blij mee moeten zijn. Hè? Want ETF's die worden in gang gezet door centrale partijen. Hè? De New York Stock Exchange is een centrale partij. BACT is dadelijk een centraal orgaan. En dat is trouwens niet een ETF, hè? Laten we dat even duidelijk zijn. Maar al die makelaars waarbij je dadelijk een ETF kunt krijgen,
Dat zijn centrale partijen. En die zouden wel eens met hun grote geld wat ze hebben, natuurlijk het hele ecosysteem ontzettend kunnen negatief kunnen beïnvloeden en ons steeds in de val kunnen lokken. Het percentage wales neemt natuurlijk aanzienlijk toe met een ETF. Ik wil alleen voor kerstmis een draakje. En wees realistisch. Oké, dan 7000 bitcoin. Oké, wat voor kleur wil je je draak? Rood. Met tranen, ja. Goed, verder. Chinese miners zouden te maken kunnen hebben met de laatste sell-off van Bitcoin. Of in ieder geval een negatieve impact kunnen hebben op de Bitcoin-prijs afgelopen tijd. En dat wordt hierin uitgelegd. En je kunt het misschien wat breder zien dan alleen in China. Moeilijk voor mij om dat te duiden, maar je weet wel, in China zitten de grootste mining pools. En tijdens de bullrun zijn heel veel miners enthousiast ingestapt, mining apparatuur gekocht, vaak op, met geleend geld, want de bomen reikten toch tot in de hemel. En nu zien ze de prijs van de opbrengsten ernstig teruglopen. En eerst maken ze nog een break-even. En daarna staan ze in het verlies. En als je een miner bent vanaf 2015, 16 of zo, dan heb je natuurlijk veel meer vlees op je botten dan wanneer je op het hoogtepunt van de bullmarkt je mining apparatuur hebt gekocht. Dus er zijn er heel veel die nu noodgedwongen de gemijnde bitcoins direct op de markt moeten verkopen. Of erger nog, hun vers aangekochte mining apparatuur ook weer moeten verkopen. En dat is natuurlijk een verschil met de eerdere. Met de miners van 2016 of eerder, zoals het hier. Ik kan niet selecteren, wat is dit nou? Maar goed, toch wel. Lees in ieder geval maar daar de details verder op na. Maar ik vond het op zich wel een interessant gezichtspunt. Hè, hoe miners daar natuurlijk ook een invloed op kunnen hebben als zij noodgedwongen Bitcoin moeten verkopen. Ja, die paar altjes die je nog niet hebt verkocht. Hè, jullie weten, ik heb er. Ik had er ook veel te veel. Hè. Je leert er weer van, ik leer er weer van. Maar ik had op mijn hoogtepunt denk ik 30 verschillende altcoins. En allemaal zouden ze de hemel wel gaan bereiken. En natuurlijk gaan ze allemaal nog de hemel bereiken. Maar voor nu bereiken ze de hel en kukkelen ze naar beneden toe. En ja, met de wijsheid van nu had ik gewoon alles moeten verkopen. Hè, want het druppelt steeds maar verder terug en terug en terug. Tot ik ze ga verkopen. En dat is nou net het moment dat de capitulatie plaatsvindt. He, en dat, want dat geldt voor iedereen. Van nou geef ik het op. En we zijn wat dat betreft allemaal mensen. En we redeneren in grote lijnen hetzelfde. He, met emotie. Dat is natuurlijk niet redeneren. Maar we handelen vaak uit emotie. En er komt natuurlijk een putje. En dat putje. Is dit het bruggetje? Nee, dit is dat ik op een beer zit. Hier had ik nog haren en een net pak aan. En hier had ik nog alles onder controle. Hè? Ik zie, ik had nog ergens een ander mapje. Nou, dan wordt het te veel door elkaar, denk ik. Maar dat ging erover dat. Nee, wacht. Komen we zo meteen wel bij. Dit is natuurlijk wel groot nieuws. Dit is een flinke vooruitgang. En die is een beetje bijna niet opgemerkt, zou ik willen zeggen. Of misschien heb jij het wel opgemerkt, hè? Maar ik heb het verder weinig gelezen. Maar OneChain 3.0 lanceert een Bitcoin Bridge voor Ethereum en gaat verder met zijn snelle progressie op de Blockchain Interoperability Mission. Hè, de missie om al die blockchains met elkaar te laten communiceren. En met OneChain 3 wordt het eenvoudiger om iets van waarde vanuit Ethereum naar Bitcoin te transporteren en vice versa. En hoe vertaalt zich dat nu? Even daar een concreet voorbeeldje. En verder laat ik dit artikel eventjes bij jou. Nou, decentrale beurzen hebben een significante meerwaarde voor de hele cryptomarkt. Hè? Want decentraal, we willen die middenpartij eruit hebben. En een groot manco bij die decentrale beurzen is dat ze niet om kunnen gaan met Bitcoin. Alles vindt plaats met ERC20 tokens. Als je tenminste over een ERC20-DEX hebt. Hè? Want dat is een afkorting van decentrale beurs. En nu is het mogelijk om BTC pairings te maken op een decentrale beurs met behulp van OneChain 3.0. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n IDEX bijvoorbeeld, dat je daar dadelijk gewoon met Bitcoin, ja, welke munt dan ook ze daar aanbieden, kunt kopen. En natuurlijk ook met hen een aantal andere decentrale beurzen. Ook Binance is bijvoorbeeld van plan om zo'n DEX te realiseren, want ook zij kunnen niet achterblijven. En ik voorzie dat de komende jaren, die DEX'en dominant gaan worden binnen het crypto-exchange-land.
En uiteraard is daar het stukje de factor schaalbaarheid ook een belangrijke factor voor, wil dat kans van slagen maken. Nog meer goed nieuws. En ik heb hem eventjes zo in de leesweergave gezet, want daar zat een hoop reutemeteut omheen. Cardo Ara komt met een betaalkaart voor 33.000 winkels in Zuid-Korea. Kijk, de beermarkt en alles lopen naar beneden, maar ondertussen gaat ontwikkeling, gaat acceptatie, alles gaat gewoon verder, mensen. En het werkt op een gegeven moment als een elastiek. Hè? Je bindt een elastiek ergens aan vast en je trekt en je trekt en trekt. En dat is die technische ontwikkeling. En op een gegeven moment, waar die elastiek aan vast zit, die prijs, die komt pst, mee naar boven getrokken. Maar dat kan gerust nog een paar maanden duren ook. Hè? Dus, maar dit is wel een grote stap vooruit. 33.000 winkels in Zuid-Korea, dat is natuurlijk geen muggenscheet. En ook zijn zij doende met Europa om daar wat meer voeten in de grond te krijgen. Dus kortom, goed nieuws voor Ara. En ik denk, nou, jullie weten wel hoe ik over Ara denk. Kijk mijn video bij mijn top 10, maar zit ik daar weer op die beer te kijken? Ik deed dat echt goed, hè? Oh, wat was ik de koning. Even kijken. Venezuela, nou jullie, kort hoor. Venezuela, die Petro, hè, die Maduro. Het is ook volgens mij een voormalig buschauffeur, hè, die zich opgewerkt heeft tot president. Maar het is een enorme koekenbakker en die heeft net zoveel verstand van zaken dan Trump heeft. Maar ja, Trump die weet nog heel veel geld te verdienen. Rotzak dat het is. Oh, geen politiek in dit kanaal. Maar Maduro is natuurlijk ook een rotzak. Hij heeft de Petro, hè, een blockchain, een to-be blockchain. Nou ja, Petro was eerst een website waar je in kon schrijven en dan kon je Petro krijgen. En er is nou volgens mij tot op de dag van vandaag nog niet aangetoond dat je ergens op een openbare ledger kunt zien hoe de transacties met die Petro verlopen. En een week of 2 weken geleden heeft Maduro eenzijdig besloten dat van de een op de andere dag de Petro, ik meen 2 of 2,5 keer zoveel waard is geworden ten opzichte van de Bolivar, hè? Dus zeg maar de fiat-munt van Venezuela. Dus als je dan een schuld opeens moet gaan afbetalen in Petro in plaats van een Bolivar, moet je in 1 keer 2,5 keer zoveel betalen. Dank je, Maduro. En wat hij nou ook doet, is de pensioenen, die laat hij nu even van de ambtenaren, meen ik, laat hij omzetten naar Petro. En dan heb je dus over een allesbehalve twijfelachtig en zeer gecentraliseerde zogenaamde cryptomunt. En ik denk dat dit niet goed is natuurlijk voor hoe er tegen crypto aangekeken wordt. Maar ja, het is niet crypto zoals crypto. Het is geen crypto, want het is niet decentraal. Dat wilde ik zeggen. Goed. Nou, dit is een trend die zich momenteel voordoet. En dit was het artikel wat ik net zocht rondom iets wat ik nu alweer vergeten ben. Het is weer een mooie chaos hier bij Meester Crypto. Je ziet namelijk, ik ben even goedkoop, ik leen even wat artikeltjes van de CryptoDog. Je ziet heel veel bedrijven of ICO's afhaken wat personeelsbestand betreft. Wanneer je destijds niet genoeg hebt omgezet van de ethers die je met een ICO hebt opgehaald naar dollars, dan zit je nu natuurlijk in zak en as met een ether die op, weet ik, 82, $83 staat, in plaats van op zijn hoogtepunt die $1400. Stel dat je daar je ICO had binnengehengeld en je dacht, ether gaat nog wel even verder naar 10.000, nou, dan heb je best een probleem als je even wat te ruim in je jasje hebt geleefd met personeel aannemen en zo. En je ziet hier verschillende ICO's. Afhaken en personeel op straat zetten. Steemit is daar bijvoorbeeld een hele bekende van. Hè. Is een ontwikkelaarsplatform. Of een social media platform, kan ik beter zeggen. Met een nog niet zo succesvol verdienmodel. Geef me dan maar BitTube. Beetje chillen het af en toe. Het is toch wel met die beste crypto. Ik krijg niks van hen hoor. Ik heb er nooit van iemand wat gekregen. Maar goed. 70% van je werknemers ontslaan, dat geeft aan dat je in zwaar weer zit. Hè? En we zien natuurlijk hiermee nog maar het topje van de ijsberg. Zwaar weer wil ik het niet noemen, maar Roadmap heeft zijn nieuwe Haven Protocol gereleased. Nee, andersom natuurlijk. En daarbij dit vergezelde Medium artikel. Wat ook wat zorgen aangeeft. Het geeft wat zorgen aan. Het geeft wat positieve ontwikkeling aan. Ja, ze hebben het mainnet wat uitgeschoven naar het eerste kwartaal 2019. De redenen daarvoor zijn dat ze met wat tegenwind te maken hebben van mensen die trachten te profiteren van het succes van Haven Protocol.
Ze willen een pairing maken met XUSD en exchanges. Hè, dus dat het bijvoorbeeld op Binance verkrijgbaar is. En dan even als stablecoin. Nou, dat zou natuurlijk heel veel liquiditeit, heel veel goed doen voor de prijs van Haven. Dat mogen duidelijk zijn. Maar waar ze ook. Even kijken hoor. Ze willen bulletproof hardware wallet support integreren, zoals ook Monero dat heeft gedaan naar bulletproofs, waarbij je veel sneller en veel goedkoper alles kunt laten lopen op je netwerk. En nou hier, kijk, in addition, ze hebben wat vijandelijkheden tegenover hun en hun netwerk gekregen en ze willen daarom een, zoals ik het interpreteer, hun hele code nog eens een keertje opnieuw laten bekijken. En dat hebben ze tot naar de roadmap toegevoegd. En dat is een belangrijke toevoeging, maar zeer moeilijk om uit te voeren. Want waar ze ook op zoek naar zijn, zijn onafhankelijke en zeer betrouwbare blockchain experts, zeg maar, die mee kunnen werken aan dit protocol. En die zullen waarschijnlijk zo'n code review voor hun rekening moeten nemen. Maar die zijn gewoon heel moeilijk aan te komen. Want decentrale softwareontwikkelaars, nou, dat is een hele grote, als je het hebt over een trechter, hè, van, om die markt verder te brengen, de hele blockchain-markt, dan hebben we vooral ook heel veel goede ontwikkelaars nodig. En daar is een schreeuwend tekort om, want er zijn natuurlijk heel veel ICO's die op de markt komen, maar ja, niet iedereen is daar al even goed in. Dus ja, dat brengt wat nog wat zand in de motor bij Haven Protocol. En ik klikte hier net al, want ik dacht, wat zal dat met die prijs hebben gedaan, dat hele artikel. Maar dat valt nog mee, ja, het blijft behoorlijk stabiel. Al zegt er nog niks over als later vandaag allerlei mensen dit gaan lezen. Hè? Maar ja, we zullen zien. Verder nog hebben zij te maken met een centralisatie in, in het minen van Haven. En ja, die miners, als die goed verdeeld zijn, dan krijg je decentralisatie en dan krijg je dus ook een betrouwbare netwerk. Ja, op dit moment hebben ze 50 of 90% van het netwerk hashing power bij Minerox ondergebracht. Die op zich betrouwbaar is, maar ja, op die manier is het dus veel te gecentraliseerd en ze roepen op om als je gaat minen, dat via andere mining pools voor je rekening te nemen. Kortom, goed teken dat ze goed communiceren, eerlijk communiceren. Dat wekt ook mijn vertrouwen dat we hier met een wekt mijn vertrouwen dat we met een betrouwbaar team te maken hebben. Dat rammelt een beetje. Maar je weet wat ik bedoel. Tegelijkertijd natuurlijk ook wat zorgen en wat problemen. Maar ja, welke crypto heeft momenteel niet met grote uitdagingen te kampen? Maar ja. We hebben wat meer tijd nodig. We hebben wat meer tijd nodig dan we wellicht in mei van dit jaar nog dachten. En misschien gaan we nog een wat saaie eerste maanden van 2019 in. Waarbij er ogenschijnlijk niet zo heel veel lijkt te gebeuren. En die bodem al een keertje geweest is. Maar die nieuwe boeren nog niet komt. Maar ja, het is een traject van de lange adem. Hè? En als je dacht snel rijk te worden. Ja, dan had je vorig jaar in juni in moeten stappen. En nu is het echt nog mogelijk om hier hartstikke rijk in te worden. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Maar ja, zie het als wat je nu aan het doen bent, als een 5-jaren plan of zo. En zie het ook als dat die beermarkt, zoals die nu plaatsvindt, dat geen weggegooid iets hoeft te zijn. Hè? Geen verspilde tijd. Zorg dat je leert van de fouten. Hè? Daar heb je hopelijk al van geleerd van de afgelopen maanden. Ik heb ook al mijn winsten hier en daar geboekt. Ik zeg al, ik heb ook nooit beweerd dat ik de top-expert ben die het even allemaal gaat vertellen. En ik kan je op twee vingers stellen wie een dergelijk dal in de Bitcoin-markt of in de crypto-markt had zien aankomen, zo diep. Maar de volgende keer ben je beter voorbereid. En zorg dat je deze tijd gebruikt om meer te weten te komen over al die projecten die nu al je interesse hebben. En of ze ook kunnen waarmaken wat ze waarmaken. En ga boeken lezen over technische analyse of over meester crypto zijn leven. Bijzonder leerzaam trouwens, zo'n boek. Ja. Goed. Wat een gezwam weer allemaal. Hè? We besluiten even af met een stukje. Ja, belangrijk stukje.
Nog één dingetje, Sander live uit Brazilië. Ja, ik heb een internationaal publiek, mensen. Ja, ik moet misschien toch in het Engels verder gaan of in het Portugees. Hè. Ik kan ook vloeiend Portugees, Sander. Ja. Que. En de anderen weten nou niet wat ik heb gezegd, maar jij wel, hè? Ja, is dat Portugees, toch? Maar goed, ik heb geprobeerd, en anderen zitten daar ook mee, met dat kleine schermpje. Hè. Sinds ik zo'n grote monitor heb, is alles wat minder goed leesbaar, hoor ik hier en daar terug. En ik heb geprobeerd om de resolutie laag te zetten. Ja, dat ging natuurlijk vlekkeloos. Maar vervolgens verscheen mijn prachtige gezicht niet meer in beeld. En ja, dat vind ik toch wel heel belangrijk natuurlijk, dat ik goed te zien ben. Ja, en hij doet het alleen in de standaard resolutie. Dat is flashback recorder die mij dat flikt. Dus ja, ik ben het aan het proberen, maar het lukt me nog zo net niet. Nou, wie dit nog allemaal heeft gehoord, misschien boeit het je totaal niet. Maar ik doe mijn best om het duidelijker te krijgen, maar het lukt dus nog niet. En voor nu, let goed op je portfolio, mensen. En tot de volgende keer. Doei!